is je grote vriend. Hallo, Bart-Jan Kuhne. Hey, Bart-Jan. Jawel. Ja, hallo. Dat verwacht je ook niet, hè? Dat verwacht je ook niet. Wat doet hij hier nou? Ja. Ja, anderhalve week klaar met 3FM. Ik had niks te doen. Ik denk, laat ik bij Kermis FM meewerken. Hey, ik sta bij de buitenmicrofoon. Allereerst, dit is televisie. Bij televisie horen decorstukken. Jullie wilden in beeld, hè? Ja. Oké, okay, jullie zijn even mijn decor. Ja. Heb je wel eens een boom gespeeld? Een boom? Ja, dan moet je even je handen omhoog doen. Nee. Ja, klopt. Jawel, je moet even als boom. Je wil in beeld, hè? Ja. Een boom. Ja, is goed. Oké, zij zijn mijn boom. Ze moet ook roepen, ik ben een boom. Ik ben een boom. Dan moeten ze roepen ook. Ja, doe even. Ja, je moet even roepen, ik ben een boom. 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 Dat is ongeveer het niveau. En die andere moet roepen met takken. Met takken. Die andere moet roepen met takken. En jij roept, ik ben een boom. En jij zegt met takken. Ik ben een boom met takken. Nou, dat is ongeveer het niveau bij de buitenmicrofoon vanavond. Maar ik heb twee mannen van het Tilburgs radiostation. En die willen dat jij voor hen een jingle gaat maken. Dus ik stel voor dat je eerst een plaat gaat draaien. En dat we dan terugkomen. En dan ga je echt zo'n echte, onvervalste face-DJ Maarten sound laten horen. Om hun radiostation aan te laten komen. Ah, dat wil ik best doen. Maar dan moeten ze wel een plaatje van mij erna draaien. Dan doen we... hey, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen voor die gasten. Oké, okay. Dus ik neem ze zo mee de studio in. En ik dacht dat ik jouw opdrachten moet geven, maar jij draait de boel om. Je geeft mij opdrachten. Bart-Jan, we komen zo bij je terug. Wij draaien ondertussen de zangeres zonder naam. Was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op vol, tingelingeling. Hij sprak me van amore. Ik was finaal verloren. Hij speelde op zijn gitaar, tingelingeling. En speelde zacht door mijn haar, tingelingeling. Nooit zal ik hem vergeten. Het was zo fijn, bij maneschijn, en Spaanse wijn, om samen te zijn. Ben in mijn landje terug, tingelingeling, regen en donkere lucht, tingelingeling. Toch blijf ik heerlijk dromen, wat mij is ik hoor nog steeds een gitaar, tingelingeling. En voel zijn hand door mijn haar, tingelingeling. Nooit zal ik hem vergeten. Hem en de Costa del Sol. Het was zo fijn. Bij maneschijn. En Spaanse wijn. Om samen te zijn.
zo het laatste stukje gewoon meezingen in de studio met z'n allen. Dan zet ik jullie microfoon nog aan. Dan zie ik het licht. Maar niet zo vals. Daar gaan allemaal niet meevallen, hè. DJ Bomba in de mensen. Ja, absoluut. Maar toch, met al die alcohol achter de kiezen, gaat het allemaal niet zo snel lukken. Maar Brabant ben ik geboren. Goedenavond allemaal weer bij Kim en Sven. Je zou meezingen, dan zit je te praten er doorheen. Nee, ja, maar als ik meezing, dan gaat dat helemaal fout. Wat wil je nou meer? Dit is Kermis en Wen, 10 dagen lang feest hier in Tilburg. En Bart-Jan die zit naast me. Bart-Jan. Hey Bart-Jan. Hallo, we krijgen reacties zometeen. Gaan we natuurlijk die super vette feest DJ Maarten jingle opnemen voor deze twee Tilburgers met hun eigen radiostation. Ik ben me echt benieuwd. Ja, gaan we doen. We hebben mensen die reageren zoals Evelien, die het simpele Twitter-account @eve141281 heeft. En die twittert hashtag Kermis FM. Supergezellig. Uitroepteken. Ook Davy Korsen twittert yes, feest DJ Maarten Schelvis op Kermis FM. Wel een feest. Twitter even terug dat ze naar de studio moeten komen. En ja, we hebben een klacht. Een klacht! Meen je niet? We hebben een klacht! Kan niet! Vertel. Van Sander van Etten. Wat wil Sander? Sander van Etten. Die hashtag DJ Maarten. Die moeten ze per direct van de zender afsturen. Fout! Dat was gisteren ook. Dat maakt niet uit. Het was wel gezellig. Omdat je gezette mensen belachelijk maakt. Ah, joh. Dat was dat meisje op de kermis. Ik heb toch gezegd, ik krijg zo meteen de schuld. Er was er maar één. Kom. Maar gaan. Ik krijg er weer de schuld van, hè? Ja, ik wist dat het zou gebeuren. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, deze twee mannen vond ik dus voor de studio. Die stonden daar een beetje verloren te zijn. Nee, maar jullie hebben een enorme vis binnengehaald vanavond. Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik hoor je niet. Je werkt bij de radio, dus pak die microfoon. Dit is je kans. Daar is die. Oké, wij zijn in ieder geval van Hot FM. En we volgen... Van wie? Hot FM. Zijn jullie van het logo met de paprika? Nee, absoluut niet. Van de peper? Van de peper? Ook niet. Nee, we zijn wel Hot FM en we zijn al heel veel jaren bezig. Tot we opgepakt werden. Ken je, als je een piratenstation bent, dan word je opgepakt. Jullie zijn van die stiekemers. Ja. Nee, nou niet meer. Dus je moet wat anders. Wat ga je dan doen? Jullie hebben zo'n hele lange mast. Ik had één wattzender op mijn hobbykamer, op mijn zolder. En ik werd gepakt. Oh. Heel simpel. Maar jullie zijn hier vanavond op de Tilburgse kermis met een missie. Zijn jullie net buiten? Nou, met een missie. Wij komen naar onze collega's kijken. We zijn hier vanmiddag, in het begin vanavond, geweest om even te kijken naar de radiostudio. En alleen even het mengpaneel van Radio 3FM. Het glazen huis aanraken. Jaloers! Jaloers, echt. Ze lullen gewoon weer enorm om me heen, Maarten. Nee. Ze hadden een missie. Ze moesten een contract tekenen met iemand. Die moesten ze binnenhalen voor hun radiostation. Ja, dat klopt. We hebben Lange Frans binnengehaald. Nee! Jawel! Ja, dat meen ik. Lange Frans of Lamme Frans? Lamme, Lange Frans. Jullie regelen alles, hè? Ze moesten Lange Frans hebben, maar ze hebben Lamme Frans binnengehaald. We wonen hem hebben, we willen hem al een tijdje hebben. En het lukte nooit. Het lukte echt nooit. En nu komen we tegen en dan zegt het mag. Hij staat hier vanavond op het Kermis FM podium. Volgens mij staat hij nu op te treden hier op het bierplank. Daar baal ik eigenlijk als een stekker van. Hij komt nog even naar de studio zo, hè? Okay. Oh, dan blijf ik nog even. Kan je met hem op de foto? Oh. Hey, deal. Ik blijf nog even. Maar in ieder geval, het feit is gewoon... Dus we zagen hem en zeggen van... Hey, joh, kunnen we even... Hij zei, ja, niet deze 10 dagen gaat gewoon niet lukken. Ik zei, ja, hoe kan dat nou? Kom nou. Ja, hoe kan... Dat gaat maar lukken, toch? Hij zei, ja, ik heb zo druk. Ik zei, nou, dan doen we het naar de carnaval. Ik zei, nou, af en naar de kermis. Dat is één grote carnaval. Een lang verhaal, kort. Ze hebben Lamme Frans binnengehaald voor een radiostation. En ik denk dat ze jingles nodig hebben om de boel een beetje op te vrolijken. Hoe gaan we het doen, dan? En toen zagen ze mij staan. Toen dachten ze, hé, we gaan DJ Maat ook even zijn staart trekken. Yeah. Misschien wil hij nog even wat doen voor ons. Kun je wat alsjeblieft maken? Iets voor ons willen inspreken, alsjeblieft? Ah, dan ga ik regelen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga buiten de uitzending ga ik mijn e-mailadres even geven aan jullie. Ah, dat is goed. En dan mail je mij welke tekst je wil en jullie namen. En dan ga ik even wat doen. Dat vind ik allemaal prima. Ik wil het ook zelf doen. Lange Frans. Zoiets. Nee, ik kan het ook. Dan gaan we wat leuks in elkaar zetten. Ja, helemaal top. Oké. Okay. Hey, Bart-Jan, heb je nog meer leuke mensen?
mensen gezien op de kermis? Nou ja, je ziet het. Het is een volle bak voor de studio voor kermis. Nou, ik zie het. Is die... Hi. Echt waar. Is Bart Jan ik word helemaal vrolijk van al die mensen die hier voor de deur staan. Kom eens even met... Nee, gaat niet lukken, denk ik. Ik wil nog één ding proberen, Maarten. Ik heb gehoord dat je hier onwijs goede chocoladekebab kunt eten. Ja, dat is echt niet normaal. Ik heb zoiets gehoord, ja. Ja, er schijnt hier een tent te zijn ergens op het kermisterrein. Ik heb geen idee waar. Ik ga eens op zoek. Laat ik dat in ieder geval gaan proberen vanavond. Jij gaat proeven? Ik ga proeven. Gaan we zoeken dan? Bent u zo beneden, zie je terug? Jazeker. Bart Jan met zijn chocoladekebab. En mannen, die jingle gaan we even regelen. Ik ga het even opschrijven. Oh!